geen handhaving QR-codes. Voorzitter, vanaf zaterdag heeft iedere Rotterdammer een coronapas CQ QR-codes nodig om toegelaten te worden tot onder andere horeca, musea, theaters, bioscopen en sportcomplexen. Naast het feit dat deze maatregel uiterst discriminatoire is tegenover mensen die niet tegen corona zijn gevaccineerd, wordt bewust een schijnveiligheid gecreëerd. Mensen die tegen corona gevaccineerd zijn, kunnen het coronavirus wel degelijk krijgen en blijven verspreiden, net zoals niet-gevaccineerden. Voorzitter, deze maatregel belemmert niet-gevaccineerden in hun bewegingsvrijheid en dus in hun rechten als vrije burgers. En zo wordt een tweedeling in onze maatschappij gecreëerd. Dit terwijl de coronacrisis in feite voorbij is. Deze maatregel leidt tot vaccinatiedwang. Want zonder vaccinatie geen vrij sociaal leven meer. Daarnaast is deze maatregel de zoveelste klap voor vooral de horeca, die door de draconische coronamaatregelen vorig jaar een omzetdaling van 40% incasseerde. Deze horeca wordt dan verplicht om als politieagent coronacodes te gaan controleren. Voorzitter, deze maatregel is illegaal, onnozel en zinloos. Vanuit onze hoofdstad had burgemeester Halsema al laten weten niet te willen gaan handhaven op de naleving van de coronapas. Dit lijkt ze naar gisteravond bekend werd ineens hier lijkt ze op te zijn teruggekomen. Voorzitter, samenvattend is het hele QR-codes-circus van Rutte en de Jonge discriminatoire, privacy schendend, onhandig en vervelend om altijd je telefoon bij je te moeten hebben, horeca slopend, chanterend en dwingend. Voorzitter, ik heb een tweetal vragen hierover aan het college. Gaat u handhaven op corona-QR-codes? Gaan politie en BOA's actief controleren op corona-QR-codes? En de tweede vraag, burgemeester, u weet, de PVV is de partij van law and order. Maar de vraag aan u is nu, is dit nu niet het moment voor burgerlijke ongehoorzaamheid van uw kant?